Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Harald Bening. Hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Harald, welkom. Goedemorgen. Ja, het is weer een regenachtige dag in Leiden. Ik krijg de laatste tijd ook wat appjes van jou, waarin je me weer waarschuwt voor de gevaren die Europa bedreigen. Recent stond er ook een stuk van Mario Draghi die kritiek heeft in de krant, die kritiek heeft op Lagarde. En het rentebeleid van de Europese Bank. Ik zie bij jou leeft een enigszins vergelijkbaar sentiment. Maar misschien is het goed om daarmee te beginnen en van daaruit de overgang te maken naar Europa als geheel. Want ook daar maak jij je zorgen om en ook het feit dat daar eigenlijk de politiek toch te weinig aandacht voor bestaat. Dus laat maar eens beginnen met die rentestijgingen. Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, kijk, sinds vorig jaar zomer is de Europese Centrale Bank natuurlijk begonnen met van renteniveaus die historisch laag waren. Ja. De depositorente bij de ECB als banken daar geld parkeerden was zelfs -0,5. Ja. Dus daar moesten ze geld op toeleggen. Nu is het gestegen naar 4%. Dus dat is een stijging van 4,5% in ruim een jaar tijd. Ja, dat is behoorlijk rap, hè? En ook natuurlijk een heel kort tijdsbestek. Ja. En dat is natuurlijk gedaan om de inflatie die uit de hand was gelopen. Die was al aan het einde van de coronacrisis uit de hand aan het lopen door inhaalvraag. Maar toen kwam natuurlijk de oorlog erbij, de Russische invasie in Oekraïne, energieprijzen, gasprijzen omhoog. Nou, dat leidde tot die hoge inflatie. De centrale banken moeten in actie komen. Dat hebben we trouwens ook in Amerika gezien. Amerika zijn een paar maanden eerder begonnen. En daar is de rente zelfs nu naar boven de 5% gestegen. En eigenlijk in Amerika, maar ook in de eurozone, is nu de vraag voor de centrale banken van in welke mate moeten we die rente nog verder omhoog brengen, gaat die inflatie in voldoende snel tempo naar beneden? Of kunnen we het nu toch op dat relatief hogere niveau stabiliseren en dan die hoge rente gedurende een aantal jaren laten inwerken, waardoor die economie natuurlijk onder druk komt te staan en ook de inflatie naar beneden gaat? Maar misschien, Harald, toch even voor de duidelijkheid. Historisch bezien is 4% natuurlijk nog steeds eigenlijk laag. Hè? Nee, want ik... Toen ik jong was, was 6-7% heel normaal. En in extreme tijden 10-12%. Ja, want in die extreme tijden, denk terug aan de jaren 70, toen we natuurlijk ook een energiecrisis hadden. We hebben toen twee oliecrisis gehad. En toen was in Nederland inflatie zelfs boven de 10%. Maar ook de rente was dus fors hoog. Ik weet nog in mijn studietijd dat de Nederlandse Staten Nederlanden ruim 12% betaalden op de staatsschuld. Ja, dus dat hebben we nu dus helemaal niet. Nee. Maar toch zie je dus in het verhaal van ook Mario Draghi, de voormalig president van de ECB, als opmerking naar zijn opvolger. Zijn opvolgster Christine Lagarde. Natuurlijk, het punt is dat het begint natuurlijk wel door te werken, met name in landen met een hoge staatsschuldquote. Dus de staatsschuld als percentage van het nationaal inkomen is natuurlijk in landen als Italië. Nou, Mario Draghi is een Italiaan. Maar zelfs ook in Frankrijk en Spanje bijzonder hoog. Hè. We zitten dan snel al richting de 120, 130, 140%. Ja, maar over Griekenland nog maar te zwijgen. Ja, maar over Griekenland te zwijgen. Maar Griekenland is een kleinere economie. Ja. Terwijl natuurlijk deze landen, core-landen in het eurosysteem. Grote economieën, Italië, Frankrijk, Spanje. En daar begint natuurlijk die hoge rente door te tikken, langzaam maar zeker, in die staatsschuld. Want die moet worden geherfinancierd. Ja, ik ga even onderbreken, want daar komen we zo nog op. Maar nu heb ik de laatste jaren vaker gehoord, het heeft eigenlijk niet zoveel zin om die rente omhoog te brengen, want die inflatie die wordt veroorzaakt vanuit de aanbodzijde. Namelijk een tekort aan bijvoorbeeld olie, aardgas, waardoor die prijzen stijgen. Op allerlei manieren eigenlijk daardoor die inflatie teweeg brengen, dat ga je niet door renteverhogingen oplossen. Hoe kijk jij daarnaar? Want je zou kunnen zeggen, ook in de jaren 70 had je een aanbodsprobleem rond olie. Ja. En toen heeft men kennelijk ook op die manier gereageerd.
Waarom zou je moeten reageren? Dus even, ik denk dat je wel moet reageren, maar goed, ja. Toch even om dat helder te hebben. Waarom zou je moeten reageren met rentestijgingen, terwijl je ziet dat eigenlijk de inflatie vooral veroorzaakt wordt door de aanbodzijde van de economie? Nou ja, interessant, want in de jaren 70, toen met die twee oliecrisis van 73 en 1979, toen ging die olieprijs snel omhoog, een hoge inflatie. Ja, toen hebben we dat gedaan. En toen kregen we dus, eerst heeft men heel lang gewacht. Oké. Okay. Men heeft toen, van 73, want het begon in 73, maar in 79 was nog steeds die inflatie omhoog. Dat is interessant. En toen kwam er dus een nieuwe chairman, een nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Federal Reserve Board, Paul Volcker. Ja. We kennen hem nog wel, met een sigaar. En die heeft toen het monetaire roer omgegooid. En die zegt, nou gaan we die inflatie eruit drukken. En die heeft toen in recordtempo de rente verhoogd. En toen is dus Amerika in recessie gekomen. Maar natuurlijk ook hier in Europa. Dus want natuurlijk is het zo, op het moment dat je echt die rente omhoog brengt, ga je natuurlijk heel veel vraag uit. Maar dan verminder je de vraag. Het kan als een aanbodprobleem, zeg maar, beginnen. Maar op het moment dat je dus die vraag enorm gaat decimeren. Ja. He, dat er geen huizen meer worden gekocht, omdat de rente te hoog is. Bedrijven investeren niet meer. Nou, dan gaat langzaam zeker ook dan gaat die vraag zo naar beneden dat het aanbod ook minder begint te knellen. Ja. En dat is dus natuurlijk waar dat rentevet kan doorwerken. Maar dan zet je eigenlijk moedwillig in op het creëren van een verminderde groei, zelfs of recessie. Ja, dat zet je dan op in om die inflatoren krachten naar beneden te brengen. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat natuurlijk is het zo dat we een energiecrisis hebben en een aanbodcrisis met dat gas, zeker in Europa. Maar we weten ook dat die gasprijs vorig jaar augustus recordhoog was. Hè? Ja. Iets van 300 euro per unit. Nou, is het de afgelopen maanden fors naar beneden gegaan. Dat zat onder de 50 een tijd lang. Dus je ziet dat ook heel volatiel is. Maar de huidige inflatie is niet alleen het gevolg van dit verhaal van die gasprijzen. Nee. Want er was al overheating in de Amerikaanse economie. Ja. Dat men de economie stimuleerde in de nasleep van corona. En we hadden dat natuurlijk in Europa voor een deel ook gezien. Dus er was ook wel, dat er een soort, we hebben het in Nederland ook gezien, een inhaalvraag. Mensen denken van, corona is voorbij, we gaan weer spullen kopen, we gaan weer naar de restaurants. Dus het was een combinatie van ook wel overheating aan de vraagkant en natuurlijk die aanbodschok. Maar uiteindelijk, als kan de centrale bank, als je maar de rente hoog genoeg maakt en je gaat bijvoorbeeld wat toen eind jaren 70 gebeurde, je gaat de rente ver boven de 10% brengen, dan wordt gewoon financiering van huizen en investeringen wordt gewoon te duur. En dat gaat natuurlijk dan een negatieve vraagschok aan de economie geven. Ja, maar goed, dat wil je natuurlijk ook voorkomen. Nu zien we in Europa, in Duitsland al, toch een serieuze recessie. Ik kan nog zeggen, kan nog veel ernstiger. Is natuurlijk zo. Ja. Maar er zijn ook wel tekenen dat met name ook de hele omschakeling naar duurzame energie, ook in Duitsland, ook een weerslag heeft op de industrie. Samen met hoge, die hele energiekosten die toenemen. Een deel van met name zware industrie en de auto-industrie die plannen hebben om te vertrekken. De huidige maatregelen die leggen dus druk op het zuiden van Europa. Wat vind jij dat er nu zou moeten gebeuren? Ik bedoel, moet Duitsland nog meer in een recessie terechtkomen? Wij zijn soms ook wel een beetje in een soort mindset terechtgekomen dat je nooit meer een kleine economische krimp zou mogen hebben. Paul Volcker, waar we het over hadden, deed dat eind jaren 70 wel met dat monetair beleid. Ja, die was er niet bang voor. Nee. Maar het punt is, we zijn eigenlijk sinds het barsten van de internetbubbel zijn we in 2000, 2001, is iedere keer als er dan een kleine economische recessie dreigt, is dat eigenlijk dan weer gefaciliteerd met zeg maar ruimhartig monetair beleid. Ja, en dat is ook het verhaal van Kees de Kort, bijvoorbeeld. En ook, ik zat hier ongeveer een half jaar geleden ook met Hans Hogevorst bij jou, met de oud-minister van Financiën. Die zegt dat ook. Hè, want wat je dan krijgt sinds 2000, dan hou je die rente eigenlijk een tijd lang. Je durft eigenlijk niet een kleine recessie te riskeren. Maar toen is begonnen, die hele scherpe rentedaling. Ja, en dan krijg je natuurlijk een nieuwe bubbel op de Amerikaanse huizenmarkt. Ja. Nou, die barst dan uit elkaar. Het was vorige week precies 15 jaar geleden dat Lehman Brothers failliet ging, omviel, waardoor we die bankencrisis hebben gehad. Dat is nu 15 jaar geleden.
Nou, wat was de reactie van de monetaire autoriteiten? Monetaire verruiming, quantitative easing, opkopen van staatsobligaties. Maar op een bepaald moment is de inflatie zo uit de hand gelopen dat je niet meer anders kunt. En nu is het de kunst om een balans te vinden. Dus je kunt soms een recessie of een kleine economische krimp kun je dus niet voorkomen. Want op het moment dat je dus niet ingrijpt als centrale bank en je gaat die inflatie te lang, te hoog laten, dat heeft natuurlijk enorme implicaties voor de koopkracht, ook voor mensen met lage inkomens. Ja, de boodschappen worden dus het is niet een free ride hier. Nee. Dus je kunt wel zeggen, ja, hebben we minder economische krimp. Ondertussen worden de boodschappen 10-15% duurder en die mensen zijn de klos. Ja, bovendien sparen heeft geen enkele zin meer. Sparen heeft dan afhankelijk. Nee, dat is dan ook tegen lage rentes. Maar dus. Dus hè, Christine Lagarde heeft ook wel eens gezegd van juist hè, zeg maar een te hoge inflatie werkt juist heel erg door op de mensen met lagere inkomens. Ja. Waarom? Omdat die ook een groter deel van hun inkomen besteden aan het doen van boodschappen. Aan dat soort. Ja. Dus die worden heel hard geraakt ten opzichte van mensen waar dat maar een kleiner deel van hun hele inkomen is. Dus je moet een balans vinden. Je moet dus die inflatie naar beneden brengen. Nou, we zijn nu behoorlijk in een jaar tijd met ruim 4,5% in de eurozone zijn we gestegen. Het was oorspronkelijk natuurlijk ook de opdracht van de ECB. Zeker. Dat beteugelen van de inflatie was eigenlijk de kernopdracht. Ja, en nog meer een inflatie richting die 2%. Nog meer dan de Federal Reserve in Amerika. Ja. Want die heeft een duaal mandaat, namelijk economische groei en prijsstabiliteit. Maar de eurozone is natuurlijk meer opgericht naar het voorbeeld van de Bundesbank, de Duitse Centrale Bank, van prijsstabiliteit. Ja. Nou, en nu zijn we dus behoorlijk opgeschoven. De vraag is nu, ook bij de laatste meeting van de ECB, van nou ja, we hebben nou de rente nog even wat verhoogd. Maar of dit nou voorlopig voldoende is en dan dit langere tijd te laten inwerken om die inflatie naar beneden te brengen. Ja, daar hopen ze natuurlijk op. Ja. Maar je hoort inderdaad geluiden vanuit zuidelijk Europa, dat men zegt van ja, dit wordt wel erg penibel of pijnlijk, juist voor die grote landen in de eurozone, Frankrijk, Spanje en Italië, met hoge staatsschulden. Ja, die pakken we zo op, toch even vooruitblik op de toekomst. Ik heb wel gelezen dat een van de redenen waarom de inflatie is gedaald, en je refereerde er zo even al aan, heeft te maken met die daling van grondstofprijzen. Nou is het nu weer najaar. Gas en olie, vooral. Want je ziet overigens dat op andere terreinen wel degelijk ook die prijsstijgingen zijn doorgegaan. Maar gas en olie zijn in ieder geval belangrijk. Ja. Nou wordt dat voor een deel ook verklaard doordat de Amerikaanse regering heeft besloten om de strategische reserve te gebruiken. En eigenlijk ook om vanwege het conflict met de Oekraïne en het instellen van de price cap die men toen als idee had om te zorgen dat de Russen in ieder geval niet bovenmatig zouden verdienen. Ja. Ik vernam, dat was ergens op YouTube, maar ik doe het nu even uit mijn hoofd, dat inmiddels die strategische reserve dusdanig is gedaald dat er nog maar 20% van de oorspronkelijke hoeveelheid in de Verenigde Staten. Ja. Dus dat ze die truc eigenlijk niet meer uit kunnen halen. Nou valt mij op dat in ieder geval aan de pomp de brandstofprijzen weer behoorlijk toenemen. Ja. Nederland heeft volgens mij zelfs de plannen om per 1 januari er nog een kwartje bovenop te gooien. Ja. Hoe kijk jij naar die inflatieontwikkeling op dit moment? Nou ja, kijk, die prijs en de pomp. In Nederland heeft dus enorme, zeg maar, accijnzen. Ja. Energieprijsbelasting. Ja. Dat is het grootste deel van de prijs. En we hebben dat in het vorig jaar hebben we een aantal dingen wat versoepeld tijdelijk. Ja. En nu willen ze dat weer opnieuw installeren. Precies. De prijs weer omhoog. Maar dat is dus maar. We zitten nu al op 2,30 voor. Ja, maar dat zijn politieke keuzes. Daar wordt nu in de Tweede Kamer ook volgens mij door een aantal partijen over gesproken. Als een van de elementen van een nieuwe package deal tussen politieke partijen. Omdat dan juist niet te laten doorgaan. Ja. Maar wat we gezien hebben natuurlijk is dat we, kijk, we hadden ons natuurlijk afhankelijk gemaakt van goedkoop aardgas uit Rusland. De hele Duitse economie dreef erop. We hebben ons natuurlijk op allerlei manieren, we hebben ons natuurlijk, en de Russen, Poetin heeft dat natuurlijk heel scherp uitgespeeld. Hij heeft ons eerst als het ware verslaafd gemaakt aan goedkoop aardgas. En wellicht heeft hij toen ook nog wel gedacht van nou, dat maakt het ook wel makkelijker of misschien politiek gezien makkelijker om een land als Oekraïne binnen te vallen. Omdat wij zo
zeg maar, verweven waren geraakt en dreven op dat goedkope aardgas wat hij exporteert. Ja. Dus dat heeft heel veel verkeerde implicaties gehad. Je ziet nu ook in het debat in de Europese Unie, de Europese Commissie, strategische autonomie, dat Europa zich minder afhankelijk moet maken van gebieden, landen zoals Rusland, maar denk ook aan China met de aardmetalen. Hoewel dat heel moeilijk zal zijn, omdat namelijk juist voor heel veel van die dingen als windturbines, zonnepanelen, heb je schaarse aardmetalen. Absoluut, daar zitten we nu in. Maar dit is het bekende verhaal natuurlijk, van als kalf verdronken is, dempt men de put. Hè. We hebben hier in het verleden al, ten tijde van voor de ommekeer, al lange gesprekken over gehad met mensen hier aan tafel. Ja. Zowel die afhankelijkheid van China, maar ook Rusland. Trump heeft er geattendeerd. Nou, we willen nu omschakelen, alleen dat kost nogal wat. Dat kost nogal wat. En we hebben natuurlijk, wat we tijdelijk hebben, natuurlijk meer van dat liquefied natural gas, dus in vloeibare vorm. Dat is ook heel duur. Gas geïmporteerd uit de Verenigde Staten. Nou, de vraag is hoe lang dat inderdaad dan kan doorgaan in diezelfde mate. Denk ook aan Qatar. Nou, dat gaf natuurlijk ook met bepaalde spanningsvelden. En we zijn dus op allerlei manieren bezig, maar we staan er wel. Hè, we hebben natuurlijk onze gasreserves in Europa. Die hebben we in Nederland en andere Europese landen behoorlijk aangevuld het afgelopen jaar. Dus dat is we kunnen een strenge winter hebben. Hè? Ja, de vraag, de mate waarin en noem maar op. Ja. Maar die prijs volatiel is, dat die zomaar weer de lucht in zou kunnen gaan bij een hele strenge winter, dat is zeker waar. Dus we moeten langzamer zijn, maar we zijn natuurlijk wel op het gebied van die Europese Green Deal van Frans Timmermans. We zijn natuurlijk massaal aan het omschakelen. Hè, met windenergie. En groen is sowieso veel duurder. Het is veel duurder, maar dat is dan de prijs. Maar dat hoeven dan niet de prijzen zijn die we dan vorig jaar augustus hadden. Dat zijn prijzen die toch lager liggen. Ja. Hè, dus vorig jaar was het echt een piek in die gasprijs die te maken hadden met grote onzekerheid wat op de internationale markten gaat gebeuren over de winter, de lage gasreserves. Heel veel olieanalisten, gasanalisten zeggen toch dat het niet echt waarschijnlijk is dat we naar die hoge pieken gaan, maar dat het dus een ander prijsniveau is dan voorafgaande aan de oorlog, aan de inval. Grosso modo zal toenemen. We zien dat natuurlijk ook, die druk nu rond voedsel. Hè? Ook toch een heel belangrijk bestanddeel van de dagelijkse kosten van mensen. Die energieprijzen liggen dus hoger dan eerst. En dat is nu dus doorvertaald ook in de kosten van bijvoorbeeld voedingsmiddelen. Dat is natuurlijk dat gaat gewoon door. Maar op een bepaald moment, stel dat die energieprijzen gewoon op een hoger niveau stabiliseren, dan leidt dat natuurlijk niet tot nieuwe prijsstijging, tot nieuwe inflatordruk. Dan heb je dat eigenlijk, heb je dat verlies genomen. En nu is de vraag, in welke, we hebben ook gezien dat de salarissen, lonen in heel veel cao's natuurlijk omhoog zijn gegaan. Nog steeds is dat een discussie. Alleen, wat dus een van de punten is, kijk, eisen van 15%, hè? Ja, maar dat is natuurlijk, kijk, we hebben cao's hebben toch iets van 7, 8, 9% gedaan. Dus we hebben natuurlijk daar een deel dat koopkrachteffect gedaan. Op het moment dat we nu weer een nieuwe ronde krijgen, dan krijg je het spel van de jaren 70. Die loonprijsspiraal. Ja. En dan, dat zou heel snel onverantwoord kunnen zijn. Want dan ga je weer opnieuw een ronde creëren van nieuwe inflatie en dergelijke. En dan zou het kunnen zijn, als dat inderdaad weer verder uit de hand zou lopen, dat die centrale banken nog meer op de rem moeten. Ja, maar mijn vraag was, hoe kijk jij vooruit naar komende half jaar, waar het gaat om die inflatie? In Nederland zijn we behoorlijk gedaald. Volgens mij zitten we nu 4% of zo. Ja. Zie jij een reële kans dat dat toch weer naar boven optrekt? Afhankelijk van een aantal factoren waar we het net over hadden. Mm-hmm. Van bijvoorbeeld, komt er een hele strenge winter in aan? Maar ook afhankelijk van, komt er een nieuwe loonprijsspiraal? En dat zouden we eigenlijk moeten vermijden. Ja, want dat rekent zich natuurlijk gewoon automatisch door in de prijzen van producten. 15%, ja. Kijk, je moet goed kijken ook waar het zit. Hè? Kijk, als producten in de supermarkt 15% duurder zijn geworden, ja, dan zeg je oké, looneis van 15%. Maar voor de meeste mensen zijn natuurlijk hun hypotheeklast of hun wat ze betalen aan huur niet met 15% gestegen. Dus je moet je kunt niet alleen kijken naar de producten in welke mate in de supermarkt duurder zijn geworden. Je moet natuurlijk wel naar het hele pakket kijken. En dan is het voor heel veel mensen natuurlijk minder dan die 15%. Ja. En om daar dan een looneis van 15% op te zetten, is dan natuurlijk ook niet reëel. Ja. Dus het gaat op allerlei manieren balans en die centrale bank. En hoe ligt dat elders in Europa? Zit het vergelijkbaar als wat we in Nederland meemaken? Die inflatiedruk, of zie je dat er toch al grote verschillen zijn nog tussen landen?
Nee, maar ze zijn allemaal, want het waren allemaal richting de eurozone, dacht ik, rond de 10%. Ze zijn allemaal nu aan het dalen. Dus dat is wel, dat kan niet anders met dat monetaire beleid, dat dat gebeurt. Mm-hmm. Oké, dus de vraag of we met die 4% of dat inderdaad de trend wordt voor het komende jaar. Wat de ECB zegt, dus we willen eigenlijk dat dus de verwachting is dat de doorwerking van die rente die nu 4,5% hoger is dan ruim een jaar geleden, dat tikt natuurlijk gewoon op allerlei manieren door in die economie. Ja. Dan moeten meer mensen hun hypotheekrente vernieuwen, dan moeten bedrijven zich herfinancieren, overheden moeten zich herfinancieren. Dat hoor je ook in de politieke discussie nu. Waarmee van financiën Sigrid Kaag ook zegt, ja, we kunnen minder, want de rente is niet meer nul. Dus we moeten nu ook Nederlandse Staten en Nederlanden moet meer rentelasten betalen. Dus dat limiteert de budgettaire ruimte. Tegelijkertijd zie je dat de overheden de laatste, niet alleen tijdens corona, maar ook vorig jaar, toch wel ruimhartig in de buidel hebben getast. Ook Nederland. Hè? Dit kabinet heeft gigantisch veel uitgegeven. Eigenlijk ongehoord, als je het ziet. Ten eerste was het natuurlijk een politieke deal om überhaupt deze coalitie van partijen mogelijk te maken. Hè? Ook een prijs die D66 toen heeft binnengehaald. Er was natuurlijk ook het beeld van de rente is nul. Ja. En dat was natuurlijk de optimistische verwachting dat nog heel lang het geval zou zijn. Ja. Toen het kabinet natuurlijk van start ging, was januari 2020. Ja, toen waren schulden geen probleem. Een maand later viel Poetin Oekraïne binnen. Dus dat was natuurlijk niet te verwachten. Dus vanuit die mindset toen, dat het zo snel zou stijgen, de inflatie, en daarmee ook de rente zo omhoog zou moeten, had natuurlijk niemand verwacht. Dat had gewoon met die inval in Oekraïne te maken. Inmiddels, er zijn natuurlijk die klimaatfondsen en andere fondsen. Ja. Maar het interessante is natuurlijk dat ze voor een groot gedeelte nog lang niet uitgegeven zijn. En dat het tempo waarin ze uitgegeven kunnen worden, dat het natuurlijk ook relatief laag zal zijn. Wat bedoel je daarmee? Nou, je kan commitment hebben over bijvoorbeeld klimaatfondsen, allerlei investeringen doen. Maar als je de projecten nog niet hebt gedefinieerd, maar of bijvoorbeeld ook de arbeidskrachten niet hebt om dat te implementeren, dan gaat dat natuurlijk allemaal veel trager. Dus het geld is nog niet uitgegeven. Maar is het wel geleend? Zit het wel al in die fondsen? Dat hoor je natuurlijk ook al vaker, dat er toezeggingen zijn zonder dat. Als je het over een langere periode moet uitsmeren, waarschijnlijk moet het ook nog voor een deel worden ingediend. Ja. Dan is het natuurlijk gewoon iets wat gewoon veel minder snel ik begrijp wat je bedoelt. Laten we zeggen, van een 25 miljard daarvan is normaal effectief misschien 5. Ja. En misschien wordt daarmee tijdens de formatie van het nieuwe kabinet, zullen natuurlijk ook partijen zijn dat ze het afbreken. Die daar zeggen van kan het niet een tandje minder. Ja. Die politieke krachten zie je natuurlijk nu ook in het debat. Ja. En dat zal dus gewoon heel duidelijk worden na de formatie. En het kan best zijn dat daar ook iets meer de tering naar de nering wordt gezet. Ja, goed. Dus we hebben er nu in een beeld. Hè, dus van een Europa waarin de verschillende lidstaten allemaal te kampen hebben met de vergelijkbare problematiek. Maar de een heeft er meer last van dan de ander. En je wees al op Zuid-Europa, hè, waar die staatsschuld hoog is. Daar ontstaat een probleem. Hè? Dus jaarlijks moeten die schulden geherfinancierd worden. Een deel van die schulden geherfinancierd. Ja. Dus natuurlijk lange tijd zijn die schulden tegen een hele lage rentes natuurlijk weggezet. Zijn uit de wind gehouden. Die zijn uit de wind gehouden. Dat was natuurlijk ook voor een deel ook het beleid. Van Draghi. Absoluut. Zie je daar op dit moment, dus ben ik benieuwd naar, zie je daar al de tekenen van? Nou, je ziet dus die spanning. Hè? Je ziet dus dat Draghi nou zo'n zich uitlaat over monetair beleid van zijn opvolgster. Hè? Ja. Volgen Christine Lagarde. Dat is interessant. Maar die spanning loopt natuurlijk op. Hè? Omdat natuurlijk bijvoorbeeld ook de Italiaanse regering onder leiding van Giorgia Meloni wel zegt, dan zijn wij proberen onze overheidsfinanciën een beetje wat rustige vaarwater te brengen. En dan komt de ECB op een middagje bij elkaar op een persconferentie. En die zegt, de rente gaat weer 0,5% omhoog. En dan zijn we alles weer kwijt. Dus we moeten die balans vinden. Natuurlijk, die inflatie moet naar beneden. Anderzijds zie je natuurlijk ook wel iets van een wat hogere inflatie dan normaal. Maakt natuurlijk ook, creëert ook een situatie dat die staatsschulden
ook weer wat naar beneden gaan. Ja, dat is de manier waarop... Het wegvlieren van... Zo deed Zuiden het altijd, hè? Ja, vroeger. Ja, want hoe je het went of keert. Als je dus... We hebben dus een erfenis, een legacy van landen met hoge staatsschulden. Staatsschuld, gedeelte nationaal inkomen. Ja. Dat zijn eigenlijk drie manieren hoe je dat kunt wegwerken. Nou, het is natuurlijk hoge economische groei. Want dan ga je meer economisch groeien, dan word je rijker. Nou, die staat gaat het nationaal inkomen omhoog, staatsschuldquote naar beneden. Het tweede element is natuurlijk ook het deel weginfleren. Ja. Nederland is natuurlijk ook heel laag. Hè? In politiek, we zitten nu rond de 46% staatsschuldquote. Ja. Er wordt wel heel erg gezegd van in Nederland is het ook allemaal soms karig. Maar we zitten op 46% onder de Europese norm van 60%. Ja. Duitsland zit boven die norm van 60%. Dus Nederland doet het helemaal niet zo slecht in dat opzicht. Nee. Het derde kanaal is natuurlijk als je te weinig economische groei hebt. En te weinig inflatie om het weg te infleren, dan kan er dus een soort schuldencrisis ontstaan. En dan een financiële crisis, waar je wel hebben ook met Griekenland gezien in 2010, dat het dan moet worden geherstructureerd. En dat de obligatiehouders, degene die die schuld gekocht hebben, dat die dan een deel van de schuld kwijtraakt. Ja, maar je zou... En dit is namelijk, en wat interessante, dit is namelijk een veel groter probleem dan zuidelijke landen in de eurozone. Deze week... De Verenigde Naties zijn bij elkaar, de jaarlijkse algemene vergadering. En de VN, de UN, heeft afgelopen juli een groot rapport uitgebracht... waar veel te weinig aandacht voor is, lijkt mij. En dat heet A World in Debt. En die cijfer, dus een wereld in schulden. En zegt dat is met name ook in de ontwikkelingslanden, Afrika en opkomende economieën... landen nu dusdanige hoge schuldniveaus zijn, hebben opgelopen... dat eigenlijk reguliere uitgaven aan onderwijs en gezondheidszorg onder druk komen te staan... laat staan nieuwe investeringen in duurzaamheid. En ook omdat die rente zo snel omhoog is gegaan, raakt hun dat bijzonder. En dus de Verenigde Naties in dat rapport zijn dus buitengewoon bezorgd over de houdbaarheid van schulden in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. En het kan best zijn, daar zou je dus eigenlijk ook in wat dan heet de Club van Parijs, zou je dan daar aan schuldherstructurering moeten doen. Maar dat is natuurlijk altijd lastig, want dat betekent dat partijen verliezen moeten nemen. Mm-hmm. En tegenwoordig zit ook China in het spel. En dat maakt het zaak nog veel complexer. Maar we hebben dus gewoon veel breder, niet alleen in Zuid-Europa, maar veel landen in de wereld, waar de VN op wijst, hebben hoge schuldposities die waarschijnlijk onhoudbaar zijn. En dat creëert allerlei, niet alleen financiële risico's, maar denk ook aan risico's voor hun economieën. En denk ook aan toenemende migratiestromen, bijvoorbeeld vanuit Afrika richting Europa. Ja. Dus het probleem is veel groter. We zitten in een wereld met zeer hoge schulden. En we hebben daar eigenlijk nog niet de oplossing voor gevonden. Ja. Nee, maar dit is natuurlijk ook een wat langer debat. Poetin heeft volgens mij vrij recent een deel van die Afrikaanse landen alle schulden kwijtgescholden. Dat is, en vermoedelijk hangt dat hiermee samen, maar ook om die goodwill in Afrika te kweken. Tuurlijk. Maar belangrijk wel dat je dat noemt. Het gaat natuurlijk niet alleen over Europa. We hebben echt met een wereldwijde problematiek te maken. Het heeft natuurlijk alles te maken met de manier waarop we ook in 2008 met de schuldencrisis zijn omgegaan. We hadden het hier vorige keer met Hans Hogevorst ook wel toch over de noodzaak, vroeg of laat, van een schuldherstructurering. Dat heeft daar te maken. Ik denk ook dat dat gewoon op ons afkomt, maar we zullen zien hoe lang dat duurt. Maar toch weer even terug naar die Europese situatie. Want in het verleden zie je dat zelfs een land als België in vergelijking met Nederland, maar zeker Frankrijk en nog verder Italië, hun schuldenproblematiek door hun eigen centrale banken, hun eigen munt, konden oplossen door te infleren. Dus dat is dat trucje kunnen ze nu niet meer uithalen. Ze hebben nu het voordeel gehad dat ze tegen lage rentes konden bijlenen. Dat wat door de ECB mogelijk is gemaakt. En het feit dat ze in het Europese geldsysteem zijn opgenomen. Ja, je zou kunnen zeggen wat op korte termijn hun uitkomst was, dat wordt nu hun grotere probleem. Want zij moeten die schulden herfinancieren. Ja. Ze hebben lange tijd profijt gehad van die lage rente. Maar nu ziet dat de ECB het uit de hand loopt, moet die rente omhoog gooien. Ja, en nu zitten ze vast. Ja, en dus moet je dus als de monetaire autoriteiten, de centrale bank, niet meer die rol kunnen verspelen. Hè, dus zeg maar de uit de wind houden van landen met een lage rente. Omdat de centrale ECB terecht voor moet geven aan bestrijden van inflatie. Dan moet je natuurlijk die andere pilaar,
onder de euro, de fiscale pilaar, dus de budgettaire pilaar, moet je gaan versterken. En dat is ook mijn pleidooi steeds, net zoals met het corona-herstelfonds, wat we toen ingesteld hebben, die 750 miljard, waarbij de Europese Unie voor 750 miljard toen obligaties heeft uitgegeven op de Europese kapitaalmarkt, zou je ook kunnen denken aan nieuwe pan-Europese investeringsfondsen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, digitalisering en dergelijke, om bepaalde investeringen in Europa mogelijk te maken. Want ja, heel veel van die landen in zuidelijk Europa kunnen dat natuurlijk minder goed doen, terwijl wij er wel belang bij hebben dat het daar ook gebeurt. Ja. En waarom is dat van belang? Omdat je daarmee ook die euro versterkt, hè, via die fiscale pilaar. En daar hebben we gewoon landen als Duitsland en Nederland nog steeds heel veel moeite mee. Ja, je weet, op dit punt verschillen wij fundamenteel van mening. Hè? Dat is ook helemaal niet erg. Ja. Bedoel, jij maakt duidelijk waar jij staat. Ja. En, ik denk zelf dat economie een veel belangrijker culturele component in zich heeft, die je overigens ook al bij bedrijven kunt zien. Maar zeker ook op landsniveau. En waardoor het de vraag is of je met systemische ingrijpen dit kunt corrigeren. Ik begrijp wel dat jij je grote zorgen maakt over de houdbaarheid van het systeem en wat dat met ons gaat doen. Maar dan toch even terug naar die problematiek. Hè. Dus je zegt van de oplossing is dat we met Europese fondsen gaan werken. Ja, gekoppeld dan. Hè, want met het corona-herstelfonds, maar gekoppeld aan economische vormingen. Nou heb je mij ook artikelen toegestuurd. En dat vond ik interessant, zeker van jou. Nee, want ik weet dat je die problematiek ook aan het hart gehad. Dus dat is flauw. Maar waarin je een artikel, ben de auteur even kwijt, maar waarin het gaat over de opkomst van wat ze dan noemen populistische partijen in heel Europa. Ja. En dat het eigenlijk tijd wordt om die serieuzer te nemen en niet te demoniseren. Ja. Nu is het toch wel zo dat in de meeste gevallen die populistische partijen sterke kritiek hebben in de richting van Europa en Brussel. Soms ook uitgesproken nationalistische agenda's hanteren. In Frankrijk had je al bij de vorige presidentsverkiezingen dat in de eerste ronde eigenlijk de bevolking voor het merendeel koos voor een politicus die kritisch staat tegenover Europa. Er zit natuurlijk onder de bevolking toch wel een levend sentiment waarin nog meer overhevelen naar Brussel toch op de nodige weerstand stuit. Dus hoe verhoudt zich nu jouw verhaal, wat je nu net aangeeft als oplossing, zich tot dat artikel wat je me toe hebt gestuurd, waarin je zegt van nee, je moet die populistische partijen niet demoniseren. Nee, maar dit was een artikel van David Marsh. Dat is, die is de voorzitter van een monetaire financiële denktank in Londen. Ja. Oud Europe editor van de Financial Times. Dus hij was er ook voor de Financial Times bij tijdens de top van Maastricht in december 91. Ja. Dus iemand die zeer goed net praat met iedereen. Ja, gaat lang mee. Dit was gewoon serieuze analyse. Dat je ziet, mede door het migratieprobleem, dat je overal zeg maar de opkomst van behoorlijk rechtse regeringen en partijen ziet. We hebben natuurlijk al natuurlijk in Denemarken, we hebben het recent gezien in Zweden, Denemarken, Zweden, Finland, Italië. Ja. En inderdaad, Frankrijk is natuurlijk een zorg. Als je ziet wat daar ook deze zomer gebeurde. In de banlieues. En dat er gezegd wordt, het lijkt soms in bepaalde delen uit de hand te lopen. Duitsland, AfD is groter dan de Sociaaldemocraten. Wat David Marsh is doet, dit is analyse om te wijzen op de risico's. Hè, en ook om te zeggen, dit speelt om in actie te komen. En wat je nou natuurlijk ziet, dat er op allerlei terreinen, ook op het gebied van migratie, dat er toenemende Europese samenwerking is. We zien Rutte met Giorgia Meloni van Italië en Ursula von der Leyen al twee keer naar Tunesië zijn geweest voor een Tunesië-deal, ook in Marokko. Dus je ziet dat die aantal van deze problemen. Ja, maar dat hoor je al jaren. Hè? Nee, maar dat is. Vorig jaar hadden we record in Nederland. Hè? Maar, het is wel zo, maar. Het interessante is dat een aantal van deze uitdagingen, bijvoorbeeld het thema van migratie, kunnen alleen maar vanuit op een Europese dimensie worden opgelost. Want op het moment dat je gewoon, dus Europa zal deals moeten sluiten Dat is natuurlijk niet waar, maar onder bepaalde, wanneer je, laten we zeggen, als econoom, wanneer je bepaalde parameters vasthoudt, dan kan het alleen Europees worden opgelost.
Nee, je kan natuurlijk, je kunt heel radicaal de grenzen dichtgooien, kun je ook zeggen. Maar dat kan Frankrijk doen, dat kan Le Pen doen, dat kan Nederland doen. Je ziet dat Denemarken heeft een heel restrictief beleid gevoerd. Je ziet dat Oost-Europa, met name waar het gaat om de opvang van vluchtelingen, een heel eigen koers is gevaren. Kijk, het punt is natuurlijk, we horen al vele... Ik neem even de positie van de, laten we zeggen, de populist in. Ja. We horen al 10, 20 jaar lang, migratie kan alleen worden opgelost door Europa. En laten we kijken naar het kabinet Rutte. Er zijn nog nooit zoveel migranten in Nederland binnengekomen als de afgelopen 10 jaar. Ja. En we hebben, maar Rutte reist naar Europa. Maar ja, je ziet, maar netto resultaat is dat het niks oplevert. Dus het verzet daartegen. Dus het lijkt me reëel dat een deel van, laten we zeggen, die achterban gewoon uitermate sceptisch is over Europa. Ja, dus moet dat worden geadresseerd. En dat kan inderdaad door dat je zegt van grenzen dicht, hè. Maar ik denk dat dat een beperkte mate kan. Want je hebt wel een Europese interne markt met vrijheid van personen. Het is zelfs, ik denk direct de reden van de Brexit. De Brexit zou zonder die migratieproblematiek niet zijn voorgevallen. Ik ben net terug van een conferentie deze week in Londen, in Brexit Londen. En je ziet toch ook wel met tekorten in de gezondheidszorg. Dus dat ze die grenzen hebben, dus die mensen dus... Ja. Maar wij hebben ook tekorten. Maar ook daar hebben ze enorme tekorten in de National Health Service en dergelijke. Ja. Ik las net dat van de Syriërs die zijn binnengekomen, nog maar de helft werken. Het heeft enerzijds ook te maken met integratie. Dus Duitsland zet nu meer dan Nederland in op een heel ambitieus integratiebeleid. Want in Duitsland, nog meer dan in Nederland, weten ze dat de vergrijzing bezig is, gigantisch is. En dat zeg maar de economie van Duitsland gewoon niet overeind kan blijven. Ja. Dus, en dat gaan we langzaam maar zeker nu in Nederland. Maar dit is natuurlijk een bekende verhaal, Harald. Er is inmiddels ook studies genoemd die erop wijzen dat je alleen maar onder zeer strikte condities met migratie dat vergrijzingsprobleem kunt oplossen. Het idee van we halen vluchtelingen binnen en dat de oplossing is echt een volkomen illusie. Nee, maar dus om die zaken aan elkaar te koppelen is denk ik gevaarlijk. Hè? Ja. Dus het is een het is dus heel duidelijk ook een integratieprobleem. Hè? En wie je binnenlaat. Hè? Dus er worden ook vanuit Europa gedacht deals te sluiten. Want al die, die mensen die als vluchteling binnenkomen, die moeten reïntegreren. Er zijn allemaal arbeidskrachten voor nodig. Extra woningen die gebouwd moeten worden. En als dan uiteindelijk feitelijk, zoals bij de Syriërs, maar de helft aan het werk komt, en dat is niet alleen hun schuld, even voor de duidelijkheid. Zeker. Maar dat is toch wel de situatie. Ja. Het was in de jaren 90 en met vluchtelingen soms zo dat maar 10 jaar later maar 70 maar 30% aan het werk was. Je moet daar heel voorzichtig mee zijn. En nogmaals, het gaat er niet om dat je inderdaad alles dichtgooit, maar ik ben hier even toch de positie aan het innemen van een deel van populistisch Europa die zegt, Harold. Maar het is tot nu toe dus ook niet goed gehandeld, zeg maar. Ik zie dat Duitsland nu ook met bepaalde Afrikaanse landen deals aan het sluiten is. Die zegt, wij willen uit jouw land een aantal geselecteerde arbeidsmigranten gaan opnemen. Zoveel de komende jaren. En dat doen ze maar, bilateraal. Ja, bilateraal. Maar dat zou je Europees ook kunnen doen. Maar het betekent ook dat mensen die uit jouw land komen illegaal, via de Middellandse Zee en in Duitsland komen, dat die dan linea recta weer teruggaan naar je land. Dus er zijn allerlei mogelijkheden die tot nu toe... Klinkt op papier mooi, maar in praktijk gebeurt het niet, hè? Maar dat terugsturen ook, hè? Daar zou je dus deals met landen over kunnen maken. Kijk, het is tot nu toe dus onvoldoende, zeg maar, goed gemanaged. Maar het kan veel beter. En we kunnen ook niet de kop in het zand steken. Nee. Want als je dat doet... Kijk, want ik gaf al net al iets aan over de grote problemen in Afrika. Hè, met schuldencrisis, gebrek aan economische groei, overheden die dingen niet meer kunnen betalen. Zal ongetwijfeld tot nieuwe migratiestromen gaan leiden. Dus je zult op een of andere manier ook Europa lijkt me dat beter te handelen dan op Nederlands niveau. Ja. Maar je ziet dus ook, ik denk ook dat
ook in Duitsland bijvoorbeeld, wat je zo, de integratie van Syriërs, dat daar het percentage hoger ligt dan... Nou ja, je weet, in mijn boek gebruik ik die notie van de poreuze overheid en ook de poreuze staat. En het, ja. en het eigenlijk de grenzen die onder controle hebben, is wel het meest uitdrukkelijke illustratie van die porositeit. Ik denk dat inmiddels in buiten Europa ook dat besef leeft van dat inderdaad Europa zo poreus is, zo lek als een mandje. Ja. Dus dat daar allerlei, dus of het nou criminele invloeden zijn, of mensenhandel, drugsproblematiek, dat Europa is ook natuurlijk een plek waar heel veel geld te verdienen valt. Precies omdat we de grip niet meer hebben. Ja, en het interessante is, hoe je het nu voert, Europa heeft poreuze grenzen. Je zegt niet Nederland heeft poreuze grenzen. Nou, Nederland ook. Oh, ja, maar, Nederland ja, ook. Maar het is echt ook een Europees probleem. Nee, om dit geloofwaardig en ook met leverage te kunnen managen richting Afrikaanse landen. Je zult op een of andere manier deals moeten hebben met bepaalde vormen van arbeidsmigratie toestaan, andere niet. Maar ook betekent het natuurlijk investeren, ontwikkeling mogelijk maken, economische ontwikkeling, bijvoorbeeld in Afrikaanse landen. En dus het zo een heel pakket. Misschien voor een deel die schulden kwijtschelden. Ja, want we hebben het er niet over. We hebben toch een beetje de kop in het zand. Ja, want we hebben nou eenmaal een vordering op die landen. We gaan dat niet zomaar afschrijven. Maar het kan gewoon dramatische consequenties hebben als daar die economische groei gewoon in die landen onderuit gaat. Want dan zien mensen daar helemaal geen toekomstperspectief. Nou, gaan ze allemaal naar Europa. Ja. En dan wordt je hebt een groot hart voor Europa, ik ook, maar op een andere manier. Dat weten we, maar dat maakt niet uit. Toch even een stap verder. We hebben de bankencrisis gehad. Jij bent ook hoogleraar bankwezen. We hebben in 2008 natuurlijk gezien hoe daar als gevolg van die subprime-hypotheken een heleboel ging schuiven. Vorig jaar begonnen er toch wat Amerikaanse banken weer opnieuw in problemen te komen. En dat had onder andere ook te maken met liquiditeitsproblematiek. Die zou kunnen zeggen, voldoende afgedekt zijn wanneer je bijvoorbeeld je staatsleningen gaat verkopen. Maar op het moment dat dat was in Amerika ook het geval, op het moment dat door die gestegen rentes eigenlijk niks meer waard zijn, is dat niet meer een goed onderpand. Hoe staat het daarmee? In Europa hebben wij een vergelijkbare problematiek. Eigenlijk een problematiek waarin ook de banken in hun buffers, want dat is ook jouw thema, daar heb je ook over geschreven afgelopen zomer weer. Ja. Jij zegt van het is eigenlijk idioot dat we die miljarden, dat die nu aan aandeelhouders worden uitgekeerd. Maar is dit dus binnen Europa ook echt een reële problematiek? Ja, zeker. Kijk, dit was natuurlijk in maart, april. Dus het is pas een halfjaartje geleden. Hè, dat we dus die bankruns kregen. Maar ook bij Credit Suisse. Credit Suisse zijn natuurlijk ook... Dat was deze zomer, toch? Credit Suisse? Nee, dat was allemaal maart, april dit. Ook maart, april was het. Dit voorjaar was het. Ja. Daar is natuurlijk ook iets voor 100 miljard uit die bank gehaald. Ja. Nou, Deutsche Bank dreigde ook een enorme liquiditeitsrun. Dat geld, de depositors weggesluist. En zo in Amerika als Europa is het natuurlijk veel makkelijker. Mensen kunnen met internetbankieren, sociale media. Je zit in een appgroepje, zeg je. Ja, je kan zo. Ik. Het gaat hier om twee dingen. Het gaat om liquiditeitsbuffers en de buffers van eigen vermogen, kapitaalbuffers. Kijk, dat je dus als een bank, als je geld ophaalt, moet die bank natuurlijk die liquiditeiten ook bij de centrale bank of zo hebben staan om daaraan te kunnen doen. Maar waarom de klanten dat doen, is natuurlijk zorgen om de solvabiliteit, om de kapitaalbuffers. Of die bank wel, als er verliezen dreigen, op slechte leningen bijvoorbeeld, of je dan wel die verliezen kunt opnemen. Ja. En om inderdaad, was natuurlijk de marktwaarde van heel veel van die beleggingen van de banken is gedaald, omdat de rente gestegen is, gaat de marktwaarde. Dus dan ga je denken, die bank zit wel potentieel op hele grote verliezen. Nou, in Amerika was dat renterisico wat minder goed afgedekt bij de kleinere banken dan Europa. Maar toch zie je gewoon een fragiliteit in het bankaire systeem, ook in Europa. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat, ondanks het feit dat we dus die buffers aan eigen vermogen bij de banken
hebben verhoogd na de crisis van 2008. Ja. In Nederland hadden banken ongeveer 2-3% eigen vermogen. Nu is het ruim 5. Nou, dat is een verdubbeling. Maar historisch, ik heb er zelf ook onderzoek naar gedaan. Is nog steeds heel laag. Was het begin jaren 30 van de vorige eeuw, was het nog iets van 15%. En iedereen weet, een bedrijf runnen, of het nou een bank is, of een gemiddeld bedrijf heeft al snel 20% eigen vermogen of meer. Unilevers en Shell hebben nog veel meer. Dus het is dat. Het is dus nog steeds buitengewoon kwetsbaar. En dat betekent dat daarmee als mensen die grote deposito's bij zo'n bank hebben, zich zorgen maken over gaat die bank wel, zit die bank, heeft die bank potentieel niet grote verliezen, gaan ze preventief hun deposito's terugtrekken. Dat hebben we ook bij Deutsche Bank gezien. Dat is gelukkig goed afgelopen. Ook de Duitse bondskanselier Scholz heeft gezegd, nou, het is veilig. Mm-hmm. Dus eigenlijk weer too big to fail. De impliciete garantie van wij staan de Duitse overheid garant om desnoods een kapitaalinjectie in die bank te stoppen, geld te storten in die bank. Maar het is dus buitengewoon fragiel. En dat is niet iets wat alleen de wetenschappers zeggen, maar bijvoorbeeld ook het Internationaal Monetair Fonds. Die heeft elk half jaar brengen ze hun Global Financial Stability rapport uit. En die zijn dus ook het afgelopen half jaar duidelijk somberder geworden. Die hebben toenemende kwetsbaarheden, uncertainties, onzekerheden in het wereldwijde financiële systeem. In een wereld met hoge schuldratio's en met snel oplopende rente. Ja, want jij was heel kritisch op het feit dat dus die miljarden winst, dat hier weer naar aandeelhouders ging. Ja, nu heb je natuurlijk wat dan heet, dat zijn winsten die de banken komen aanwaaien. We noemen dat in het Engels mooi windfall profits, de wind. Het is dus niet omdat die banken nu allemaal heel briljante beleggingsbeslissingen hebben genomen, maar bijvoorbeeld omdat ze het nu tegen tussen de 3-4% kunnen stallen bij de Europese Centrale Bank. Dus je creëert dat. Dat is één. Dus gewoon makkelijk geld. Op een betaalrekening, spaarrekening betalen ze een lage rente. Ja. Althans in Nederland. In het buitenland betalen Nederlandse banken meer. Want dan moeten ze meer concurreren. Maar de Nederlandse rekeninghouder, spaarder is loyaal. Dus die laat dat geld. Nou, die banken die krijgen dan die windfall profits. Dus wat je gewoon grosso modo ziet. Het is heel raar. Dat uiteindelijk, het eerste half jaar, zijn deze winsten verdubbeld. Bij de grootbanken. En niet alleen in Nederland, maar ook in een aantal andere Europese landen. Nou, dit tweede halfjaar zal het weer gebeuren. En dat betekent dat er dan ook enorme politieke druk gaat komen. Wat die banken hebben gedaan. Harald, ik ga je nog even onderbreken. Want het is wel belangrijk dat we dit goed doorhebben. Dus het beleid van Europa, wat dan weer bij de Nederlandse bank terechtkomt. Nederlandse banken die weer geld stallen bij de Nederlandse bank. De cirkel. Ja. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, maar goed, die banken die hebben op dit moment eigenlijk nog allemaal hypotheken uitstaan voor die hele lage rente gelden. Hè? Ja. Dat levert hen niks op. Ze moeten ondertussen toch hogere rentes op voor hun spaarrekeningen. Ja, het is heel grappig dat je dit zo zegt, Ad. Want dit is precies wat de bankier zou zeggen in de publiciteit. Dus ik wil jouw reactie daarop. Ja. Hè? Maar het is heel simpel. Kijk, op het moment dat een bank een hypotheek geeft van 30 jaar. Ja. En een paar jaar geleden tegen een hele lage rente. Ja, ja, 2,5%. Ja, 2%. En dat dan. Nou, dan kan die bank dat niet helemaal financieren met kortlopende deposito's. Nee. Want dat zou gewoon heel instabiel zijn. Dus ze moeten voor een groot gedeelte dat renterisico ook afdekken. Dus je kunt zeggen, ze konden dan dat op die bankdeposito's, misschien betalen ze dan 0% op. En dan denk je 2,5%, dan heb je een rentemarge van 2,5%. Nou. Zo is het niet, want dat renterisico moeten ze voor een belangrijk deel afdekken. Dat is in Amerika onvoldoende gebeurd. Maar natuurlijk. Dat zijn rente swaps geweest. Ja, natuurlijk. Omdat je nou. Want anders krijg je net zoals. Ja, want als dan maar even de spaarrente omhoog gaat, dan heb je direct een negatieve rentemarge. En waar liggen die renteswaps? Waar zitten die? Die zitten gewoon op financiële markten. Kun je dat risico. Want dat moet toch behoorlijk wat van die swaps nu in werking zijn? Dat zijn markten van derivaten. Natuurlijk is dat zo. Maar dat is gewoon standard practice. En Klaas Knot, president Nederlandse Bank, heeft ook bijvoorbeeld op gewezen. Dus het is gelimiteerd, zeg maar, het bedrag wat banken kunnen verliezen door dit renterisico. Dat is in Europa, vanuit ook de Europese bankentoezichthouder, wordt dat gelimiteerd. Dus je kan niet onbeperkt op deze manier dit doen. Dus daar zijn grenzen aangesteld. Okay. Dat is dus goed. Maar dat wil niet zeggen dat als mensen zorgen hebben over terecht of onterecht, dat die bank misschien
onder een vergrootglas komt en denken van die bank heeft wel hele lage buffers en er zijn misschien toch grote risico's. Dat dan een bankrun dreigt, dat veel mensen de posities gaan terugtrekken. En dan krijg je natuurlijk wat we gezien hebben in maart, april. Ja, dan moeten ze bij, dus. Bij alle, ook in de eurozone, bij alle, ik heb ernaar gekeken, bij de grote banken in Nederland, bijvoorbeeld ook in Nederland, was de aandelenkoers 15-20% naar beneden. Eind maart, toen dat hele weekend met Deutsche Bank speelde. En dat is dus heel zorgelijk, want op het moment dat dat balletje doorrolt, aandelenkoers naar beneden, dan denken mensen, hey, is er iets met de bank aan de hand? Dan gaan nog meer mensen, bedrijven, hun deposito's terugtrekken. Nou, dan gaat nog meer zorgen, nog meer de aandelenkoersen. Ja. En we hebben gezien toen in september 2008 met Fortis, ABN AMRO en ING, op een bepaald moment ga je dus in een vrije val. En dan is er maar één oplossing, dat de staat moet ingrijpen met de kapitaalsinjectie. En dat hebben we gedaan in 2008. Dat is gelukkig nu niet gebeurd en ook niet nodig geweest. Maar het geeft wel weer die kwetsbaarheid aan van het bancaire systeem. En wat hier nu speelt, het IMF wijst er ook op, is natuurlijk dat we na Lehman, het Lehman-crisis was natuurlijk met die riskante subprime-hypotheek. Het was een kredietcrisis. Dat had te maken met riskant krediet. En eigenlijk was toen de intuïtie, wat moeten we dan doen als je een kredietcrisis hebt, zorgen dat er minder krediet is. Ja, precies. Dat is de boerenverstand oplossing die nog steeds geldt. Ja, maar, maar dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Ja. We hebben de schulden wereldwijd, als je dus dat mooie getal of dat interessante getal, dus als je kijkt wereldwijd naar de schulden van overheden, bedrijven en gezinnen, en je deelt dat van alle landen samen en je deelt door het wereldwijd nationaal inkomen, was dat in 2008 rondom Lehman, was ongeveer 260% van het wereldwijd nationaal inkomen. Ja. Maar wat hebben we gedaan? We zijn natuurlijk na die bankencrisis en in Europa ook de eurocrisis, hebben centrale banken in Amerika, in Engeland, Japan, eurozone, rentes verlaagd, opkoopprogramma's van staatsobligaties, quantitative easing. En dat betekent dat het maken van schulden natuurlijk ook voor Italië goedkoper werd. Ja, daar hadden we dus net wereldwijd zijn, zijn die schulden dus gestegen naar van 260 naar 320% voorafgaand aan de coronacrisis. En door corona gingen er nog meer geleend. Ja. Nu is de 350. Dus ze zijn van 260 naar 350 zijn gestegen. Dus die kwetsbaarheid neemt toe. Met name als die rente snel stijgt en door blijft stijgen. Ja, precies. En dat is dus het grote punt. Hè? En ik heb het wel eens vergeleken met de bloeddruk. Hè, je gaat naar de dokter en die zegt 180 bloeddruk, net iets te hoog. Je gaat door naar 200, 220, 240. Ja, dat wil niet zeggen dat er direct een explosie plaatsvindt. Maar de risico's nemen natuurlijk wel toe. Dat is een mooi beeld. Ja. We hebben het over Europa gehad. We hebben het over de verschillen tussen landen gehad. Ja. Uiteindelijk raakt het natuurlijk ook gewoon iedere burger, iedere consument. Ja, want we hebben natuurlijk, ook in de eurozone hebben we natuurlijk kwetsbaarheden. Maar we moeten goed beseffen dat je kunt zeggen, bijvoorbeeld nieuwe pan-Europese fondsen op gebied van klimaat en digitalisering en duurzaamheid. Dat willen we niet. Terwijl er denk ik een heel goed punt voor te maken is. Hè? Ook Klaas Knot had het over Europese publieke goederen. Maar het kan ook. Bijvoorbeeld heel Zuid-Europa volbouwen met zonne-energie. Maar het kan ook best. Je kent dat verschil tussen productieve en improductieve schulden. Ja. We hebben het niet over de productieve schulden die alleen maar als vervanging dienen. Dus dat zie je natuurlijk bij bedrijven ook. Je moet op een gegeven moment je spullen vervangen, moet je afschrijven. Je zou kunnen zeggen voor een deel zijn de schulden die we nu aangaan. Dat is gewoon vervanging. Dat is vervanging van infrastructuur binnen heel Europa. Dus de vraag is, worden die productief of komen die gewoon bovenop die 350%? Dus dat we eigenlijk allemaal aan het lenen zijn om die grote transities, niet veel nieuwe activiteit genereren, maar wel zorgen dat we door kunnen gaan. Ja, maar het is inderdaad, kijk, het moet productief zijn. Dus niet zeg maar hypotheekschulden gebruiken om weer een nieuwe vastgoedbubbel te creëren. Ja. Hè, waar natuurlijk vaak op gewezen wordt. Dat is een heel terecht punt. Maar wat hier is niet eens vervanging. We hadden ons gewoon afhankelijk gemaakt van goedkoop aardgas uit Rusland. Oké, maar daar hangt dan nu ook een prijskaartje aan. En daar hebben wij toen weer eigenlijk die investeringen nagelaten. Het is geen vervanging. Ja. Kijk, als wij Zuid-Europa en ook bijvoorbeeld Noord-Afrika. Ik zag Rutte ook laatst op televisie in Marokko. Te midden van de zonnepanelen. Als we dat helemaal gaan volbouwen met zonnepanelen. En dan moet ook natuurlijk die opgewekte zonne-energie moet natuurlijk op een of andere manier. Dan krijg je de waterstof-economie. Moet hier naar Noord-Europa. Dat is een
collectief Europees belang. Absoluut. Je kan aan de Nederlandse kiezer uitleggen om minder afhankelijk te worden van Russisch aardgas, maar ook om het tegen een stabiele prijs energie te krijgen, hè, dus energieafhankelijkheid te reduceren, dat het belangrijk is dat we die investeringen, en dat is dan toevallig Zuid-Europa, omdat daar heel veel zon natuurlijk is, om dat te gaan doen. Nou, dat zijn dus productieve investeringen. Oekraïne, als dat... Je begrijpt mijn punt. Hè? Ja. Het is in feite is een type investering en het verschaft wat werk, zonder meer. Maar het betekent niet dat je een hele nieuwe economie krijgt. Het betekent vooral dat je een ander soort energiebron inzet. Ja, maar het is een heel groot probleem, want we hadden al het probleem is geld. Over dat de energieprijzen bijvoorbeeld in Europa. Ik denk zelf dat we een andere koers hadden moeten varen, ook met Rusland. Maar goed, dat is een ander verhaal. In de huidige setting, als je zegt strategische autonomie, je wil minder afhankelijk zijn van probleemgebieden in de wereld, hè, voor je energievoorziening, en je wil een stabielere energie. Kijk, de Verenigde Staten hebben een stabielere energievoorziening, omdat we natuurlijk zelf meer hebben. Daarom zie je nu ook dat als we niet op passen, dat heel veel bedrijven hun investeringen niet meer in Europa gaan doen, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Ja, ik vind trouwens wel heftig dat ik, maar goed, dit is een heel ander soort discussie, maar ik krijg met al die windmolens om me heen, of het nou bij de zee is of op land en met zonnepanelen, ik heb steeds meer het gevoel dat ik in één groot industrieterrein woon. En ik merk het, ik vind het heel onrustig. Er gebeurt ondertussen ook wel echt iets heel fundamenteels met ons landschap. Hè? Ja. Maar goed, een ander thema. Daar zou zonne-energie in Zuid-Europa en Noord-Afrika zou een heel andere zijn. Ja. Natuurlijk ook de discussie, je ziet toch ook wel de revival van kernenergie. Ja, hè? Absoluut. Dat is heel belangrijk. Want kijk wat we moeten doen in die energiemix. Kijk wat wij in corporate finance onze studenten altijd leren, is nooit al je eieren in één mandje. Diversificatie. Ja. Als je jezelf te afhankelijk maakt van Russisch aardgas, je ziet, je betaalt er de prijs voor. Dus je moet diversificeren. Je moet naar duurzaamheid, zon en wind. Dan heb je een backup nodig, hè, van aardgascentrales, maar misschien ook voor veel meer met kernenergie. Hè, Frankrijk stoot veel minder CO2 uit dan Duitsland op dit moment. Voor uranium wel weer afhankelijk van Rusland. Dus het zijn allemaal afhankelijk, maar je zult een diversificatiemix moeten creëren als je minder kwetsbaar wil zijn voor verstoringen zoals we die hebben gezien. En dat vergt ook hier, denk ik. En Oekraïne is ook een mooi voorbeeld, waar natuurlijk op termijn, als dat land bij de Europese Unie komt, hè, waar natuurlijk wel, hè, ook vanuit de Nederlandse politiek heel veel steun voor is, met heel veel Europese landen. Kijk, dat heeft een vlak landschap met heel veel wind. Je zou massieve investeringen kunnen doen in windenergie in de Oekraïne. Maar wat dit betekent, dus heel veel van deze issues waar we over praten, het verhaal van migratie, maar ook strategische autonomie, de energieonafhankelijkheid van Europa, betekent ook dat je gewoon strategisch gezien op Europees niveau veel meer gaat samenwerken en veel meer in actie komt. En die hele Europese Unie gaat dus de komende 10 jaar... echt heel erg veranderen. Laatst had een van de leidende commentatoren van de... Ik ga je afkappen, Harold, want we zijn al bijna een uur bezig. Prima. Ik zou zeggen, kom binnenkort nog een keer langs. Ja. Dan gaan we het hierover hebben. Want dit is een heel groot verhaal. Om even in enkele zinnen te zeggen. Dus dat betekent, als een land als Oekraïne met een heel grote bevolking en de resterende landen in de Balkan, hè, die gaan dan, hè, Servië, Montenegro, Albanië, allemaal dadelijk de komende 10 jaar lid zouden worden van de Europese Unie. Dus zeg 2035 of zo. Ja. Dat betekent dat die Unie veel groter wordt. Dat heeft hele grote consequenties voor de begroting. De financiële rijlen en zeilen. Maar het heeft ook te maken met dan de besluitvormingsprocessen in Europa. Dat zal betekenen dat het verdrag van Lissabon gewoon zal moeten worden veranderd. Want van de huidige normen zou waarschijnlijk onwerkbaar worden. Dus er komen hele grote strategische uitdagingen ook op Nederland af. Nederland is een voorstander van dat een land als Oekraïne erbij komt. Maar de discussie van wat voor... De bevolking niet trouwens, hè, een tijd geleden. Ja, maar Nederlandse regering en de Tweede Kamer, iedereen is daar voorstander van. Maar het doordenken van hoe gaan we dat dan organiseren, die enlargement, die vergroting van de Europese Unie, inclusief Oekraïne, dat zal hele grote consequenties hebben voor Europese begroting, voor Europese besluitvorming. En daar is daar veel te weinig aandacht voor
in de Nederlandse politiek. Ja. En het komt wel op ons af. Ja, heel goed punt, Harold. Maar ik stel echt voor dat we het hier wat uitvoeriger over hebben. Ja. Ik denk ook dat je hebt helemaal gelijk. Hè. Dus er komen grote vragen op ons af. En ook Europa zal daar op haar eigen manier mee omgaan met alle dynamiek van dien. Hè. Want ook hier geldt natuurlijk dat nog maar de vraag is wat de lidstaten precies gaan doen en wat dit allemaal teweeg gaat brengen. Dus dat weten we nog niet, maar we moeten het er wel met elkaar over hebben. Ik wou je in ieder geval tot zover hartelijk danken voor dit verhelderende gesprek. En laten we afspreken dat je binnen een afzienbare termijn weer een keer langskomt. En dan pakken we deze op. Prima. Maar misschien hebben we dan een volgende calamiteit die we ook nader dienen te bespreken. Maar dat gaan we zien. Oké, dankjewel. Dank je. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld. Of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.